Een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinne en de Beestenboel. Want daar zijn jullie gewoon mee aanbeland. Ja, en om te beginnen met de deur in huis te vallen. Rijka is een irritant ratbeest. Daar is een terrier voor, hè? Beestje ging tekeer omdat er iemand langs loopt. Ja, dan lopen ze pal langs. En daar heb ik ook een hekel aan. Want er zijn ook mensen... Die hebben dan ook een hondje of een hond en dan laten ze die hele grote bak hier voor mijn poort schijten. Ja, hallo. Doe dat ergens anders. Doe het in je eigen tuin of wat dan ook. Maar leg het niet bij een ander voor de poort of voor de deur neer. Ja, omdat ik ook honden heb. Ja, en mag ik ook honden hebben? En jij hebt toch ook een hond of meerdere? Opstouten. Ja, en mijn hondje is niet een irritant ratbeest. Nee, het is een terriertje. En terriertjes zijn nou eenmaal fel. En terriertjes zijn waakzaam. Mag ze? Ja, van mij mag ze. En van de buurman mag ze dat ook. Daar is een hondje voor, ja. Elwin, die doet dat niet. Nee. En die had het ook moeten doen. Maar die doet het niet. Ja, af en toe laat het er eens horen. Maar ja. Rijka, die laat het tenminste horen dat ze er is. Juist. En het mag. Jij laat je toch ook horen? Jij begint toch ook te schreeuwen, irritant ratbeest? Nou, bek dicht. Zo is dat. Ik kom van mijn beestjes op. Dus ik moet het nog één keer horen en ik vlieg je achterna met mijn scootmobiel, hoor. Ja, echt. Vooral als ik weet wie je bent. Ik weet niet wie je bent, maar ik moet het niet weer horen. Want ik kan niet door... Ja, ik kan erachter komen. Natuurlijk kan ik erachter komen. Ja hoor. Kijk het zo wel even na. Maar in ieder geval, er is er eentje onderweg hier naartoe. Wie, zeg ik nog lekker niet? Dat zien jullie straks wel. Ja, verrassing. Gandalf die heeft de halve ochtend lopen over te geven. Ik heb de halve ochtend lopen te dweilen. Hou je niet vrolijk van, dus ik ben een beetje misselijk. Ja, kom daardoor. Ik moet je iedere keer ook voorover. Ik denk, nou, kan het even niet. Maar ja, meneer die had een hele hap gegeten en denk ik te veel. En later gaat hij ook nog eens een heleboel water drinken. Ja, en dan eerst die brokken allemaal en daarna een hoop vocht. Ik denk, jeetje, beestje toch. Maar ja, in ieder geval. We gaan even lopen en ik zal diegene even een appje sturen dat ik met de meisjes eruit ben. Dat diegene dat even weet. En dan zien we jullie straks gewoon weer retour. Ja! Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. En geniet een beetje met ons mee. Tot later. Daar ligt onze Elwing. Rijka ging net een keer en die staat daar. Maar er is er nog eentje, ja. Gaan we weer. Oh nee, we hebben bijna de koffie op. Nee, de koffie op dus. Ja. Ik had even zin aan een bakje met vertraging. Dus in Amsterdam was er weer vertraging met een andere machinist. Op het trein. Dus hij moest eerst binnenkomen op Amsterdam Centraal. Ja. Toen moest hij op deze trein. Dus ja, in Schagen moest ik even wachten op de toekomende trein. En in Den Helder Zuid even op de toekomende trein. Ja. Dus ja. Toestand dan, hè? Dan krijg je inderdaad vertraging. Ja. Maar je bent er. Ik ben er. En daar zijn we weer blij mee. Ja, ik ook. Ja, echt wel. Ja, ik moest er even uit dus. Ja. Nou, lekker toch even. Ja. En ja. Die dame die ligt altijd bij de visite. Wie het ook mag wezen, ze moet er altijd bij, hè? Elwing. Koekoek. Ja, je reageert wel. Ik zie het wel hoor, Boefie. Maar in ieder geval, wij gaan lekker verder met de bakkie. Ja. En we gaan er een gezellige middag van maken. Juist. Inderdaad. Nou. Tot strakjes maar weer. Doei doekies.
Nou, als jullie weer heel goed kijken, dan ligt madame Rijka daar weer achter de container. In het zonnetje te genieten. Moet zij noemen voor zelf weten. En daar ligt onze Elwing. En onze Janneman, die is er nog steeds. Ja. En er staan 3 koppies. Wonder is er nog eentje in vogelvlucht geweest. Ja. En dat was Mary. Maar ja. Die heb dus maar 1 bakje gedronken. Het zijn wel 2 bakjes melk, maar er was er ook eentje nog van Jan erbij. Elwing, mag ik erdoor? Dank u. Voor een vliegening. Een sportvliegtuig. Ook die mogen van mij ophoepelen. Die lui mogen alles. En wij mogen niks. Ja, opstouten. Ja, val op de grond. Kan allemaal. Kan allemaal. Hoppa. En de bak is vol. Ja, die moet ook geleegd worden. En schoongemaakt worden. Hé, tante Poddewop. Ja. Tante Poddewop. Ben jij lief? Ja, kusje hè. Ze is zo lief. Elwing lief. Ze kan af en toe zo genieten, hè. Ze kan af en toe zo genieten, hè. Ga je helemaal erbij liggen. Hé? Hopie dopie. Ja, dat weet ik. Schatje grote meid, hè. Ja. Echt wel. Maar Rijk ook hoor. Hier. Kandalfie. Ja, Kandalfie, die is nou boven. Meneertje Kandalfie. Meneertje Kandalfie boven. Ja, gelukkig wel. Maar ja, wij gaan nog eventjes door van het genieten. En ik had een snoepje gekregen van Jan. En ik heb nog meer snoepjes gekregen van Jan. En de computer is weer in orde, want ik had een virus binnengehaald, of wat voor manier dan ook. Ik weet er helemaal niks van, ik heb nooit geen virussen. Ja, ja. Zolang ook mijn mannetje heeft geleefd, dat weet Jan wel, nooit geen virussen. Ja, je wordt alles opgeruimd, 2 keer per jaar of zo. Ja, dat werd helemaal schoongemaakt. Ja. En nou was hij jaren niet meer schoongemaakt, nee, nee. Niet wetende weer, hoe nou, ik het moet doen. Nou is de PC weer geanalyseerd. Juist. En wat opgeschoond misschien. Ja. Maar moet nog wat dingen, moet jij nog... Ja, ik moet nog even wat in een map zetten, want er, zoals AVG-virus, maar... Deze ballet, waar mijn muis tegenaan staat, die was helemaal rood. Die was tot daar. Nou, dus ja, ik ben helemaal blij. Ja, helemaal top, top, top. Ja. Deze, waar mijn muis nu overheen gaat, dat is die. Die. Ja, oké. Ja. Dus dat dus. Ja. Dus ja, ik ben er blij. En Jan die heeft me een klein beetje geholpen. Ja. Dus samen... Ja. Hebben we het gedaan. Of niet dan, Elwing? Ja, hè? Zeg me ja. Maar oké, wij gaan hier verder genieten. Tot later. Hé, wat gaat ome Jan nou doen? Ik wil mijn tas ook erop hebben. Wat gaat ome Jan nou doen? Ja, gaat weer de hort op, hè? Gaat de tas weer gepakt? Ja. WC en Molot. Dat zit niet meer bij, ik zit alleen bij FOVM 90. Oké. Het begint straks ook weer de volleybalwedstrijden fluiten in september, denk ik. Ja. Dus met Guus, goed, maar dan hoor ik nog wel wanneer Karin. Ja, nou, dat komt nog wel. Dus, en wat ik dan mee moet nemen. Ja, dat. Voor de verjaardag. Ja, nou ja. Verzint ze wel. En anders maar niet, verzin ik wat. Ja, wie met mij een. Ja, daarom komt wel goed. Jan neemt dit mee of dat mee. Ja, ja, dat weet ik ook niet. Dus. Hé? Ja, nou? Ben jij lief?
Gaat u mee aan dat doen? Gaat u weer de hort op? Gaat u weer de hort op? Ik ben zo bij het station hoor. Gaat u weer de hort op? Gaat u mee aan de hort op dan? Iets om te kijken. Wat een dikkie doosje. Ja. Ja, en dan gaan we niet mee, nee. Want dan begin jij weer te trekken. Ja, dan kan je jou weer tegenhouden. En dat lukt vrouwtje nou niet. Moet ik eerst weer helemaal qua pijn gezond zijn. Of moet je behoefte doen natuurlijk. Nou ja, ik was vanmiddag ook laat, dus... Valt wel een beetje mee. Ik had een behoefte, maar... Hé, Rijka. Rijka. En we gaan straks ook wel lopen. Ja, kijk, maar de andere kant op. Dan kan ik ook even plassen en poepen. Ja, de andere kant op. Ja. Die kan dat, je hoort niet, die staat wel boven zitten, dus... Die zit boven, ja. Ja, dan heb je meer gezien. Hé? Ook zo'n grote passen. Dat moet je zelf doen, ja. Kleine kamertjes inderdaad, die kant op. Ja, daarom. Ga maar gauw. Hé, meisjes van me. Zijn jullie lief? Ben jij ook lief? Ja, ben jij lief? Zo wordt een gaaf. Wat een gaap, hé. Als je moet gapen, dan moet je gaan slapen. Ja, en dat weet je wel. Hé, hey. Koekoek, meisje lief. Koekoek. Ik zie je staart bewegen. Hé, hey. Dametje van het goede leven. Ja nou, dames van het goede leven. Ja. En daar zit er nog een. Nog zo'n dametje van het goede leven, hè? Ja, oh ja, ik weet alweer wat je was. Een irritant randbeest, dat was je. Ja, maar dat ben je niet hoor. Nee. Degene die dat zegt is een irritant mens. Zeg dat maar. Of het nou een man of een vrouw is, maakt niet uit. Iemand die tegen Rijker zegt van irritant rotbeest, die is zelf irritant. Ja, ze mag niet eens niet blaffen. Nou, voor mij wel. Hé? Ja, kind. Wat een dikkie, hè? Ja. Kijk ook, hoor. Dus. Maar oké, lieve vrienden, jullie weten het. Jan die gaat dus weer de hort op. Fantastisch dat klaar, maar hij moet weer naar het kleine kamertje. Ja, dat moet hij toch echt zelf doen. Daar ga ik hem niet bij helpen. Nee, kan die zelf wel. En dan gaan wij straks ook de hort op om de meisjes uit te laten. En daarna dan ga ik eten. En gisteren had ik een pizza. En het is nou weer een broodje met zacht gekookte ei. Ja. En dat was weer een rotvlieg. Waar we door geteisterd worden. Want de vliegen met palet klaar. Maar we worden hier geteisterd door een of andere rotvlieg. Dat dus. Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van alles. En geniet een beetje mee. Of zullen we nog even op Jan wachten dat hij gedag kan zeggen? Echt ja, waarom ook niet? Hé, Alwin? Komt Domian weer aan? Zo, ja, moest wel. Nou, we hebben even maar op jou gewacht dat jij gedag kan zeggen tegen iedereen. Nou mensen. Tot de volgende ronde. Ik ga weer op naar Emmeloord toe met de treinen. Drie keer een trein en één keer een bus. En even aan de wandel nog, natuurlijk, van de bushalte naar de... Ik kan weer... Nou, je kan proberen net zoals Rijka te gaan vliegen. Ja, dat zou ik wel willen. Ben ik nog eerder thuis. Ja, daarom. Maar goed... Maar oké, ik zou zeggen, tot later. Doei. Zo, lieve vrienden. Ja, dan vallen we weer op de valreep bij jullie binnen. Om jullie uiteraard wel rusten te wensen. Maar voordat ik naar mijn bed toe kan, ga ik eerst eventjes een klein blokje om met mijn meisjes. En daarna zeggen we, lekker gaan slapen. Hé, jij, straks een beetje toe, hè. Eerst naar buiten, hè. Ja, toch?
Eerst naar buiten en dan naar bedje toe. Jij gaat al eerder. Ja, jij gaat al eerder. Dus dat dus. Ja, dat gaan we doen. Dus daarom, nou wat is er nou? Je weet ook niet wat je wilt. Nee, je weet ook niet wat je wilt. Maar in ieder geval, lieve vrienden, wij zeggen vanaf deze kant welterusten, slaap lekker, met mooie droom. Morgen allemaal natuurlijk weer gezond uit je bed zien te komen, want jij, ik weet niet wie er werken moet, wie er thuis kan blijven, wie er nog vakantie heeft, dat weet ik allemaal niet. Maar in ieder geval, ik wens jullie morgen vooral ook een hele fijne, liefdevolle dag toe. Geniet ervan. En ja, voor nu, jullie weten het allemaal, God die houdt over ons de wacht. Daarom zeg ik, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei.